Zaterdag 9 september speelt Vitesse tegen Excelsior uit in Rotterdam. Door de interlandperiode zijn de meeste spelers de afgelopen donderdag teruggekeerd naar de club, zo ook Milo Rashica. How was your international break? Yeah, we had two games against Croatia and Finland. Actually, we lost both games, but we can see that in every game we are playing better. And so I think very soon we're gonna make our people, our country proud with us. The match versus Croatia went something strange because it was suspended due to the weather conditions. Yeah, the weather was not good and the pitch also. We could not play football. It was too much rain and the referee decided to stop after 23 minutes. And it was strange because we had to play next day, 2 o'clock. Then after 2 days we had again the game against Finland. So we traveled a lot and it was a little bit difficult for us. The next match versus Excelsior. What kind of opponent is Excelsior? Yeah, we know it's always difficult to play against them, especially when we have to play there. But I think we are ready and we will go for 3 points. Henk Fraser, wat voor tegenstander is Excelsior? Een hele lastige, door een aantal factoren. Ik denk dat de trainer een goed team heeft neergezet. Ik denk dat een aantal zeer interessante spelers zijn in die tactiek die de trainer gebruikt. Ik denk de omstandigheden, het veld, dat is een bepaalde factor. Maar goed, alles bij elkaar optellend weet je dat wij vorig jaar daar een paar slagen, of tenminste een paar slagen, we hebben verloren. Feyenoord heeft daarbij het kampioenschap verspeeld. Ik meen dat Ajax punten heeft laten liggen. Dus dat geeft al meer dan voldoende aan dat het niet zomaar een wedstrijd is die je even kan gaan winnen. Je zal heel veel daarvoor moeten doen. Belangrijk detail is dat na een goede reeks wedstrijden afgelopen seizoen Vitesse onverwacht niet wist te winnen van de Rotterdammers. Vorig jaar na een reeks goede wedstrijden vanuit Vitesse verloren bij Excelsior. Neem je zoiets nog mee? Nou ja, vooral omdat het terecht was. Ik denk dat je weet dat je daar, als je daar naartoe gaat, dat je een bepaalde tactiek kan verwachten, een bepaalde spelopvatting kan verwachten. Ja, en daar moet je wel op instellen. Dat houdt in dat je daar moet gaan, als je een goed resultaat wil halen, dat je alles uit de kast moet halen en dus ook strijd moet leveren. Want dat is een onderdeel die we vorig jaar te weinig hebben gedaan, te weinig initiatief genomen. Zijn de spelers klaar voor Excelsior uit? Oh, absoluut. We hebben een ploeg nogmaals die voor elke wedstrijd er gewoon absoluut klaar voor is. En dus daar twijfel ik niet over. Is iedereen wedstrijd fit of zijn er spelers die je niet mee kan nemen? Zoals het er nu naar uitziet zal Kruiswijk niet bij de ploeg zitten om een blessure die hopelijk volgende week weer wat beter is. Volgens mij is dat in principe de enige die er buiten valt wat betreft blessures. Er staat een drukke periode te wachten met een hoop doordeweekse wedstrijden. Wat wordt belangrijk in zo'n periode? Belangrijk zal zijn voor mij persoonlijk, en dat probeer ik natuurlijk richting de groep ook over te brengen, is dat we van dag tot dag, van wedstrijd tot wedstrijd gaan leven. Want hoe zwaar het ook zal worden, we hebben in principe een brede selectie. En hoe zwaar het ook zal worden, we moeten proberen op al die fronten zo lang mogelijk mee te doen. Dat is de uitdaging waar we voor staan.